Soeli Quincy Promes staat op het punt van tekenen bij Ajax. Een verrassende transfer die niet iedereen had aanzien komen, denk ik. Jongen span, hij is nu 27, Oranje International, 5 jaar weg uit de Eredivisie. Spelen bij Sevilla, grote club in Spanje. En dan terugkomen naar Ajax. Grote slag, denk ik, voor Ajax. Vind je niet? Nou, voor Eredivisie begrippen vind ik het een megatransfer. Als je bedenkt, het speler van het jaar geweest in Rusland voor een groot bedrag naar Sevilla toe. Europese subtop, Primera División. Dan heeft hij maar een jaar gezeten en stond hij heel vaak natuurlijk linksback, rechtsback. Die hele flank moest hij gaan belopen in een ander systeem. En dat zat hem een beetje tegen. En dan meldt Ajax zich. En 20 miljoen euro is voor een kopende club in de Eredivisie. Ja, dat is een andere dimensie. Hè. Dat bestond tot... Soleimani was de laatste record aankoop. Ja, dat was 16,1 miljoen euro. En nu is Ajax dankzij de Champions League in een andere orde beland. En ja, de concurrentie kijkt toe, hè, hoe Ajax her en der internationals weghaalt. Want we hebben het al over een Oranje international. Dus het is voor Ajax echt een geweldige transfer. En voor de Eredivisie vind ik het wel leuk natuurlijk. We hebben heel lang de Eredivisie bekeken als talentenvijver. En de jongens gingen, zodra ze een bal goed recht vooruit schoten, werden ze al weggekocht. En nu koopt Ajax Quincy Promes. En dat is natuurlijk wel iets anders. Ja, wat zegt dit over Ajax? Dat ze het echt serieus nemen. Ze willen echt het geld wat ze verdienen aan Frenkie de Jong, nou, Matthijs de Ligt, Champions League. Nou ja, is natuurlijk het afgelopen seizoen wel iets gebeurd. Er zijn een aantal spelers doorgebroken. We hebben het over Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, ook Van der Beek natuurlijk. Ze hebben de halve finale gehaald van de Champions League. Er is heel veel Champions League geld binnengekomen. Er gaat nog heel veel geld binnenkomen. Matthijs de Ligt gaat voor een bepaald bedrag weg. Dat elftal vertegenwoordigt een bepaalde waarde. Maar je kunt natuurlijk niet iedereen verkopen en dan denken dat het met de B1 goed gaat komen. Dus je moet op een gegeven moment ook weer spelers gaan terugkopen om op het hoge niveau vast te houden. En dan heb je aan Quincy Promes voor Eredivisie begrippen een hele goeie natuurlijk. Want het is een jongen die wel heeft laten zien waartoe hij in staat is. En ik vond hem zelfs als linksback en rechtsback van waarde voor Sevilla. Nou ja, stel je voor dat hij op een normale plek komt te spelen waar hij gewoon zijn kwaliteiten kan benutten. Hij heeft natuurlijk ook in Rusland gespeeld 4 seizoenen. Daar is hij misschien een beetje voor Nederlandse begrippen buiten de radar beland. Was dat ook een beetje frustrerend? Want je deed het natuurlijk goed in Rusland, maar niemand zag het. Frustrerend niet. Ik doe natuurlijk, wil ik gewoon altijd mijn best doen en zorgen dat ik mijn goals maak en belangrijk ben. Daar heb ik ook onderscheidingen voor gehad. Dus frustrerend is het niet, maar wat ik zei, het was wel tijd om de uitdaging te laten zien in Europa. Hij speelde bij zijn club in Rusland natuurlijk niet altijd vanaf de flank, maar was hij meer een centrale spits die vanuit de as speelde. En hij werd daar beoordeeld op zijn doelpunten. Het is een volwassen competitie, een hele fysieke competitie. Daar moet je mannetje staan. En je wordt niet zomaar speler van het jaar in Rusland natuurlijk. Dus en als jouw collega's je uitroepen tot speler van het jaar, dan zegt het wel iets over het niveau dat je hebt behaald. En je krijgt natuurlijk heel veel geld. En als je heel veel geld krijgt, dan wil het nog wel eens gebeuren. Dat zie je ook over de hele linie bij allerlei voetballers. Zodra ze bij een buitenlandse club komen, Rusland, Qatar, noem maar wat op. Ja, dan kan je ook wel eens denken, oké. Het is wel goed met professioneel voetballeven. Ik ga lekker van mijn geld genieten. En dan zak je langzaam weg qua niveau. Dat zie je bij heel veel voetballers gebeuren. Nou, ik vond Quincy Promes bij Sevilla fysiek prima uitzien. Hij deed wat de trainer van hem vroeg. Wel met tegenzin, maar hij deed het wel. En hij komt nu bij Ajax terecht in een omgeving. En met een trainer vooral, met Erik ten Hag, die hij natuurlijk goed kent en hem heeft laten debuteren. Waarbij hij graag mee samenwerkt. Dus dat lijkt me een prima huwelijk ook. Hij kiest heel bewust voor Ajax. Dat lijkt me voor Ajax ook heel goed. Een voorhoede, waarschijnlijk gaat het niet gebeuren, omdat er nog wat spelers misschien weggaan bij Ajax. Maar met Promes, Thijs in de spits, Neres, zie ik erachter. Ja, maar Ajax moet ook wel, hè, want we zitten nu nog een beetje vanuit het verleden te kijken naar Ajax. Wel bijzonder dat ze Promes vastleggen. Maar ze zijn natuurlijk een bepaald traject ingegaan de afgelopen jaren. Het salarisplafond is eruit gegooid. Hè. De spelers verdienen nu meer geld dan voorheen. Ze hebben natuurlijk al met Daley Blind bijvoorbeeld iemand van Manchester United vastgelegd. Was ook al een opvallende transfer. Nu Quincy Promes. Dus Ajax heeft die lat omhoog gelegd voor PSV. En voor Feyenoord zijn ze totaal uit beeld verdwenen natuurlijk. Maar willen de clubs de komende jaren meedoen om de landstitel in de Eredivisie, ja, dan zullen ze toch actie moeten gaan ondernemen. Want Ajax dreigt langzaamaan weg te lopen. Want het gaat wel om fikse bedragen. Hè. 20 miljoen euro voor een international. Ja, dat geef je niet zomaar uit als Nederlandse club. En er werd zelfs gezegd binnen de wandelgangen dat ze ook nog Bergwijn willen halen. Ja, en dan gaat het natuurlijk om 40 miljoen euro. Dat is nog een gradatie hoger. Ja, als dat zou gebeuren, dan dreigt het wat ook in de Bundesliga hebt gezien met Bayern München, die elk jaar of om de 2 jaar bij Borussia Dortmund gewoon de beste speler weghaalde. Hè. Dan Götze, Dan Hummels, Lewandowski. Je wordt er zelf beter van en de concurrentie die trap je naar beneden. En dat is natuurlijk een win-win situatie. En in die positie zit Ajax nu, omdat ze natuurlijk op een enorme berg geld zitten die uitgegeven kan worden. Wat zijn beste kwaliteiten in jouw ogen?
Van Quincy Promes? Ja. Nou ja, kijk, je hebt in Nederland de voor- en tegenstanders van Quincy Promes. Dat heeft vooral te maken met zijn wedstrijden in Oranje. Daar is hij ongelukkig vaak, hè? Laat ik het voorzichtig uitdrukken. En hij zelf ziet zich als een aanvaller. Terwijl hij bij Sevilla vond ik hem prima presteren als back. Maar ja, dat is ook wel makkelijker, heen en weer rennen op een flank. Dat kunnen natuurlijk heel veel mensen. Maar je moet creatief zijn op een hoog niveau. En ja, ik wil het wel zien bij Ajax in de Champions League tegen Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid. In Oranje valt het vaak tegen. Hè? Dan kwam hij binnen bij Oranje. Dan was hij natuurlijk speler van het jaar net in Rusland geworden. En dan speelde hij op de rechterflank. Achter Memphis of om Memphis heen. En dan was het vaak ongelukkig. Dus in Nederland bestaat het beeld. Ja, we hebben misschien wel een verkeerd beeld van Quincy Promes. Want de speler van het jaar in Rusland hebben wij nog niet gezien in Oranje. Heel bij momenten. Maar dat weet hij zelf ook. Dat heeft hij zelf ook wel gezegd. Hè, zelfkritisch. Van ja, ik heb in Oranje het niet altijd kunnen laten zien. Nou, nu kunnen we hem bij Ajax in de Eredivisie zien. En je kunt wel zeggen dat voor een speler als Quincy Promes, dat heb je ook bij Daley Blind kunnen zien. En jongens, Tadić bijvoorbeeld, die natuurlijk ook in de Premier League kwam. Ja, die hebben wel een bepaald basisniveau. En dan is de Eredivisie, daar zijn ze eigenlijk te goed voor. En ik denk dat voor Quincy Promes ook geldt. En dat hij zich hier heerlijk kan uitleven met doelpunten en assist. Dus ik denk dat het een geweldige slag is voor Ajax. Je geeft net antwoord als een voetballer. Ik vraag iets en je geeft een totaal ander antwoord. Dus nogmaals, wat zijn in jouw ogen de specifieke kwaliteiten van Promes? Doelgericht, snelheid, actie, voorzet. Dat zijn de basiskwaliteiten van Quincy Promes.